Twee raadsleden van Democraten gemeente Heumen hebben groene stroom voor inwoners van de gemeente een stapje dichterbij gebracht. Theo Nooy en Sijbrand Gerritsen starten een initiatief om het kopen van zonnepanelen aantrekkelijker te maken. En dat plan werd onlangs door de gemeenteraad goedgekeurd. Vanuit de overheid is de bedoeling dat we toch in Nederland energie neutraal worden. En dat is echt iets wat er goed erbij past. Vandaar dat we dit opgestart hebben. Er zijn ook windmolens en andere mogelijkheden en aardwarmte en van allerlei dingen. Maar in ieder geval, dit is een van de dingen wat direct toepasbaar is. En waarbij we dus denk ik toch snel iets kunnen regelen. En de ambtenaren van de gemeente hebben snel gereageerd. En ze zijn volop bezig om het uit te voeren. Dus ik denk dat we snel kunnen beginnen. Iedereen, ongeacht veel of weinig geld, kan meedoen. Die kan dus zeggen opgeven bij de gemeente. Dan komt iemand kijken wat er dus nodig is. Die mensen die hebben dan worden in kennis gesteld dat en dat moet er gebeuren. Die nemen dus zo'n contractje en gemonteerd eigenlijk in feite de dingen. En dan kunnen ze meedoen. En dan hebben ze gewoon hun energienota. Vanaf de eerste maand, die wordt dus al lager. Want het geld wat van normaal naar energie toe gaat, die wordt dus nu gebruikt om de lening af te betalen. Dan zijn ze binnen een jaar of 10 zijn ze klaar. En dan hebben ze nog 15 jaar gratis energie. Ja, eerst komt er een overkoepelend orgaan, een provider. Die gaat het plan dus uitwerken. Dan gaat die met de ondernemers in de slag. We hebben dus liever de plaatselijke ondernemers of in de omgeving. Dus die gaat er verder regelen. De gemeente zelf die heeft er weinig omkijken naar. En de mensen zelf worden ook ontzorgd. Ik ben zelf ook nog bezig, want het kan gebeuren dat de mensen geen mogelijkheid hebben. Of dat er verhuurders niet mee willen werken. Dan kunnen de mensen zelf in verband met een groepsverband, kunnen dan toch dat via zonneweide misschien doen. Daar zijn we nog uit het werken, hoe dat verder werkt. Maar dat is, zoals ik hoor, zit er ook heel goed, zijn ook heel veel goede mogelijkheden op die manier.